wou beginnen gewoon al die goede keepers erin en zo. Dus ja, er is altijd volle aandacht, de tiertjes stutsen en ja, dat is had ze toch wel goed betaald. Ik vond het wel een leuke en leerzame keeperschool. Ik heb daar zelf geleerd hoe ik hoog kan springen, maar afzet en de lage ballen goed insnijden. Ik ben gescout door de KVB, dus ik wil graag wel verder komen. Sta ik bij PEC Zwolle Vrouwen onder de lat en speel in de Eredivisie Vrouwen en ja, vandaag aanwezig bij de keepersdag hier in Harkemaar. Ik zei vroeger altijd al tegen mijn moeder, ik wil graag voetballen en op een gegeven moment kon ze er niet meer onderuit omdat ik zo vaak bleef vragen. En ja, ik heb zelf alle jeugdteams van nationale jeugdteams ook gehad en ja, het lijkt me zeker heel gaaf om nog een keertje mee te kunnen maken om bij het A-team aan te sluiten. En, je moet wel, het is lastig, maar... Ja, keeperschool is heel belangrijk, want bij de club krijg je niet altijd even goed je trainingen. Dat heb ik vroeger zelf ook meegemaakt. En dan is het heel belangrijk dat je er zelf in investeert. En door mee te doen met aansluiten bij de keeperschool, dan ben je toch mee bezig om jezelf steeds beter te maken. En ik denk zeker bij een hele reeks, dan zie je heel erg verschil tussen de beginnende keepers en het einde van de reeks.